De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft in beslag genomen schelpzand doorverkocht. Deze onthulling deed VHP-parlementariër Mahinder Yogi afgelopen vrijdag tijdens begrotingsbehandeling in het parlement. Yogi vroeg zich af waarom het ministerie heeft verboden om schelpen te graven en te verhandelen terwijl hij zich niet aan deze regels houdt. De regering zegt, we mogen geen schelpen afgraven. De regering houdt een openbare aanbesteding, schelpen moeten geleverd worden. Het ministerie van NH laat beslag leggen conform haar eigen richtlijn. En zij vond, de richtlijnen zijn overtreden. Heeft het ministerie van NH beslag laten leggen op een hoeveelheid schelpen van een ondernemer, voorzitter. Deze schelpen, en ik kan u brengen nu naar de locatie. Ik heb film- en beeldmateriaal. Deze schelpen zijn gedumpt op een bepaalde locatie. De locatie is van dezelfde aannemer, voorzitter, die het werk gegund heeft gehad. De locatie is van dezelfde aannemer die het werk gegund heeft gehad. De vraag is nu, wie zijn de aannemers die allemaal hebben ingeschreven op afroep? Waarom is het werk gegund aan deze aannemer, 400 zoveel duizend SRD? Kan de regering een overzicht presenteren, voorzitter? Welke wegen beschermd zijn geworden? Hoeveel kub? Maar de belangrijkste vraag is, voorzitter, waar heeft de aannemer de schelpen betrokken, welke hij heeft geleverd, conform dit bestek, voorzitter? Zijn het niet dezelfde schelpen, minister NH, die in beslag zijn genomen door die aannemer en men een tjoetje heeft gezet om dezezelfde schelpen door te verkopen, voorzitter? De vertegenwoordiger van de regering, minister Suardo Mustaja, vroeg aan DNA-voorzitter Jannie Simons om het betoog van Yogi te onderbreken, omdat de minister klaarheid wilde brengen in de zaak. Dodson gaf vervolgens uitleg. We hebben als regering een beleid aangenomen waarbij wij vanwege milieutechnische redenen schelpen verbieden. Het is niet altijd succesvol omdat de vraag naar schelpen in onze samenleving enorm is. Wij hebben te Saramaka een hele tijd terug, zelfs twee keren, bij dezelfde ondernemer schelpen in beslag genomen, inderdaad. En we hebben de schelpen ter beschikking gesteld aan de overheid. Trouwens, we hebben nu een beleid waarbij wij in overeenstemming, in samenspraak met de Vereniging Mijnbouwrechthouders voor Bouwmaterialen een win-win situatie hebben gemaakt. Dat de mensen die schelpen op hun concessie hebben, dat zij een deal maken met de overheid, het zij van 1 tot 2,5 of 1 tot 3, het hangt er vanaf waar ze zijn. Dat zij dan bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, stel dat de overheid in een bepaald district, zeg Kommerwijnen, 10.000 kub schelpen nodig heeft om de wegen te maken, dan geven we de ondernemer toestemming om dan 25.000 kub te mijnen. En dan mogen ze dan die 15.000 kub verkopen en die 10.000 kub, dat geven ze dan aan de staat. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. Hij is door VHP-parlementariër Mahinder beschuldigd van het doorverkopen van in beslag genomen schelpzand.